Meneer Klaver, graag wil ik mij nu speciaal tot u richten, want het gaat vandaag om u. Dit hele symposium is eigenlijk georganiseerd rondom uw activiteiten voor die reiswereld in de afgelopen 5 decennia. U bent nu directeur-eigenaar van de reisspecialistengroep BV in Amsterdam, ooit begonnen bij de Nederlandse Reisvereniging Den Haag, waar u diverse functies bekleedde. Vervolgens actief bij Sporthuis Centrum, Centerparks, Neckerman Reizen Nederland en België. Lid van de Raad van Bestuur van Arke NV en directeur specialisten bij TUI TUI Nederland NV. Misschien vergeet ik nog een paar functies. Gedurende uw hele aanzienlijk lange en rijke loopbaan heeft u zich sterk gemaakt voor de Nederlandse reissector en de professionalisering daarvan. U wist de landelijke en reisgerelateerde media nieuwe bestemmingen en gebieden onder de aandacht te brengen van een breed publiek. En u wordt beschouwd, meneer Klaver, als een van de grote leiders van de generatie reisondernemers die de Nederlandse reiswereld tot een volwassen en succesvolle industrie heeft gemaakt. Daarnaast heeft u zich vaak als initiatiefnemer ingezet voor verbeteringen in die reiswereld, waarbij zowel de reisorganisaties als ook, en dat is belangrijk, de consument baat hadden. Zo stond u aan de basis van de reclamecode reisaanbiedingen, waarmee de transparantie naar de consument en binnen de reissector enorm is toegenomen. U was voorzitter van de commissie Consumentenvoorwaarden en nog steeds bent u betrokken bij besprekingen met de Consumentenbond over evenwichtige en consumentvriendelijke voorwaarden. En wij zijn alle consumenten en wij vinden dit allemaal ook ontzettend belangrijk. Tevens bent u initiatiefnemer en nu nog lid van de geschillencommissie reizen. Ook een pareltje aan de kroon. U was nauw betrokken bij besprekingen met de Consumentenbond over die reisvoorwaarden. U was ook nog voorzitter gedurende enige jaren van de EFI-jury, de jury die beslist over wie wereldwijd de meest prestigieuze award krijgt voor effectieve en bewezen marktcommunicatie. Dus u bent ook nog een communicatieman, mens. U was 3 jaar lang lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Garantiefonds Reisgelden. En dat is een sector waar consumenten nog wel eens een beroep op moeten doen in roerige en minder roerige tijden, zoals nu bijvoorbeeld weer in Egypte. U was 6 jaar voorzitter van het platform Toerisme en Recreatie. En deelnemers aan het platform zijn de ANWB, de Recon, Koninklijke Horeca Nederland, VRO-NCW, uiteraard Koninklijke MKB Nederland, de RAI-vereniging en de Club van 11 recreatieondernemers, waaronder mogelijk wezen Duinrel, kan ik me voorstellen. U bent bovendien initiatiefnemer en lid van de calamiteitencommissie van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Deze commissie heeft als taak om vast te stellen of er sprake is van een calamiteit en een uitkeringsvatbare situatie, waardoor reizigers die hebben geboekt bij zo'n organisatie en die op bestemming zijn, aanspraak kunnen maken op vergoeding. En dat komt, ik zei het al, nog wel eens voor. De fonds dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de hulp en bijstand aan de reiziger consumenten, die door overmachtssituaties worden getroffen. U heeft ook nog een paar andere dingen gedaan in uw vrije tijd. Voorzitter van het Stichting Diamantmuseum in Amsterdam. En heel belangrijk, vanaf 2008 lid van het DB, het dagelijks bestuur van VNO-NCW en voorzitter van de regionale werkgeversorganisatie VNO-NCW West. En daar zullen de meeste van ons u wel heel vaak in hebben meegemaakt en dat geldt ook voor mijzelf. Onder uw leiding heeft VNO-NCW West met succes het netwerk voor DGA's en familiebedrijven versterkt en zijn ook doelgroepen ontstaan voor ondernemers in bijvoorbeeld de bouw en de zorg. Meneer Klaver, u bent geen wat je wel eens karakteriseert als een afstandelijke bestuurder. U valt juist op. U valt juist op door uw actieve inzet en aanwezigheid. U hebt aandacht voor de synergie tussen mensen en zaken. En door uw wijze oordeel stuurt u aan de ene kant positief mensen en organisaties aan. En aan de andere kant weet u ook mensen in uw eigen organisatie te stimuleren. En geeft u hen als goed manager ook de ruimte. Moeilijke, soms heel pijnlijke beslissingen bent u niet uit de weg gegaan. Uw aanpak is subtiel en uw stijl is, let op, zacht op de mens, maar hard op de inhoud. Dat vind ik wel een heel mooi adagium voor managers en leiders zoals u. U bent ook nog in uw echte vrije tijd lid van het algemeen bestuur van de vereniging Delta Metropool, lid van de ECTAA, de European Travel Agents and Tour Operators Associations, Destinations en Sustainable Committee voor Nederland. Sinds 2011 ledenraad van de Rabobank Amsterdam,
Dat is een functie waar u de laatste maanden misschien nog wel extra aandacht aan heeft willen en moeten besteden. Overigens een hele goede band nog steeds. Maar dat terzijde. Meneer Klaver, u heeft zich in al deze functies doen kennen als een persoon met een brede visie, kennis van zaken en grote belangstelling voor het wel en wee, dat is allebei, van ondernemers. Uw betrokkenheid uit zich, uw grote persoonlijke inzet, geheel belangeloos en steeds werkend aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit u in uw bloed, zo niet in uw genen. U staat bekend, zo blijkt bij enige grondvragen, alom als een geboren optimist. Als we naar u kijken, straalt daar energie, activisme en optimisme. U staat bekend als een bruggenbouwer en u staat ook bekend als een zeer groothartig en ruimhartig mens. U heeft zich sterk gemaakt voor het algemeen belang en de professionalisering van die zo belangrijke Nederlandse reissector. Het verheugt mij dan ook zeer dat ik u kan meedelen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Nou, ik ben uitermate vereerd. Ik vind het heel knap van iedereen om mij heen dat ze dit stil hebben kunnen houden. Ik begreep er natuurlijk niks van dat ik niks mocht vragen. Dat heeft Bert gezegd. Je mag niks vragen. Je moet alleen die 3 uur op 18 februari in je agenda blokken. Nou, dat heb ik gedaan. Nou, ik ben ook zeer happy met de woorden van Nick Jan, uiteraard van burgemeester Hoekema in Wassenaar, waar ik sinds kort woon, na Amsterdam. Nog even zeggen, en uiteraard ook van Peter Hartman. Nee, waar ik aan terugdenk, dat wil ik hier toch even zeggen. Mijn vader, die is 54 geworden en die heeft ook een koninklijke onderscheiding gekregen. Maar die kreeg die postuum. Dus hij was overleden en hij kreeg het verzetsherdenkingskruis. Want hij heeft in de Tweede Wereldoorlog als jongeman heeft hij in het verzet gezeten en mijn moeder daar doorheen geholpen. Dus dat heb ik nog steeds thuis liggen en daar moest ik net even aan denken. Ja, ik zie heel veel vrienden en familieleden van mij binnenkomen. Dus toen wist ik wel ongeveer hoe laat het was. En de burgemeester Hoekema heb ik een, nou dat was nog geen maand geleden, kwam die opeens, ja een maand geleden, bij het MENA, Middle East Noord-Afrika diner, waar de fantastische Salim Rabbani een onderscheiding kreeg voor al zijn werk, wat hij doet in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mensen, ja ik mag mijn verhaal niet afmaken, wat ik net aan het vertellen was, maar dat goede nieuws heb ik dan toch maar even uitgeprikt. En de laatste zin is ook, ik hoop dit nog lang te blijven doen. Dus dat is ook de laatste zin in het verhaaltje wat ik even naar de voorzitter heb mogen sturen. Dan geef ik graag het woord terug aan voorzitter Beurlage. En dank allemaal. René, fantastisch. Je krijgt straks de felicitaties, allemaal persoonlijk, van iedereen hier. Dus dan ben je wel door een uurtje of 11 mee bezig. Het verbaast me dat we de schaatsresultaten nog niet door hebben gekregen. Maar daar kan misschien even iemand achteraan. Ik voel me eigenlijk verplicht om één persoon en zijn partner, zijn vrouw welkom te heten. Dat is speciaal welkom voor Ferdinand Fransen, de Nestor van de Nederlandse reisindustrie, en Kirsten van Stam. Is niet dik, zij is speciaal uit Twente gekomen, maar nou is dat ook weer niet zo bijzonder, want overal waar een feestje is, daar verschijnt het door. Ferdinand, fantastisch dat je er bent, man. Ja, dit is het eigenlijk, en om met een vriend van René en mij, inmiddels overleden, Peter Knechtjes te spreken, die zei altijd, als hij genoeg had van alle geklets, de buffetten zijn geopend.